Hey, goeiedag, welkom bij Landert in Beeld. 6 onderwerpen deze keer. Ons eerste item brengt ons naar de derde week in september, toen het groot feest was in Zeeland tijdens de 4e editie van de septemberfeesten. Het driedaags festival had dit jaar als thema muziek uit verschillende tijden, met de nadruk op de 60s en de 90s. En na de muziek stond de bezoekers in grote barbecue te wachten. Wij zijn op de septemberfeesten in Zeeland 2011. De 4e editie is dit jaar aan de gang. Net begonnen, de aftrap is net aan de gang. De band speelt goed. Het is hier allemaal niet begonnen. De jongens begonnen met een klein feestje in een schuurtje. 5 jongens, 5 vrienden. En dan noem ik ze even allemaal op. Er is Martijn de Lauw, Michiel Fleuren, Hansje Zwijnenburg, Tom Lorenzen en Tijn van Hout. Zij zijn begonnen. Het feestje werd groter en groter en er werd een grote tent gezet en die kwam in het natuurgebied aan de Weversweg. Daar vond de wethouder niet goed. De wethouder zei: de natuur moet zijn rust hebben, gaat niet meer door daar. De jongens gingen op zoek naar een nieuwe locatie. En ze kwamen Rinus Geerts tegen. Ja, zei Rinus, ik heb nog een wei over. Kom maar. En zo is het begonnen. De dag dat er aan het kwamen ze al. Mooie locatie, mooie wei. Burgemeester erbij. Goed zo, jongens. Het kan doorgaan. Ze hebben een stichting opgericht. Stichting VEOS. Feesten en evenementenorganisatie Zeeland. Maar het is niet alleen voor Zeeland, maar voor heel Landert. Ze zetten een driedaags festijn neer voor jong en oud, voor iedereen in de omgeving van Zeeland. En iedereen mag komen, iedereen helpt mee. En die doelstelling, die dragen wij een warm hart toe. Dus Rinus en ik hebben meegeholpen. Wij zitten niet in een stichting, maar wij helpen gewoon belangeloos mee. Net zoals de jongens dat doen. En dat is het bijzondere van dit. Ze zijn een hele week bezig, pakken een week vakantie. En zijn hier aan het werk geweest. Werken keihard om dit van de grond te krijgen. En ze krijgen daarbij hulp van de middenstand. Van de hele middenstand in Zeeland. Van een loonbedrijf uit Zeeland. Van een bouwbedrijf. Ze helpen allemaal mee. Heel het dorp staat op zijn kop. Iedereen helpt mee. En dat is bijzonder. Daar dragen wij een bijzonder goed warm hart. Wij vinden het heel gezellig. Niet alleen de feest zelf, maar ook de voorbereidingen. En daar is niet alleen de jeugd mee betrokken, maar ook ouderen tot en met 80 jaar. Want iedereen helpt mee. De opa's, ooms, tantes. Iedereen komt mee helpen. En dat maakt het feest ook zo gezellig en zo leuk. Maar dat dit kan gebeuren, waar jong en oud samen kan vieren, feest vieren. En ik denk dat ze bij deze ruimschoots de doelstelling hebben bereikt. 3 dagen feest, geweldig. En we maken ons op, natuurlijk ook voor de 5e editie. Volgend jaar een lustrum. Kijken we naar uit. Het is allemaal geweldig en goed opgezet door de jongens die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Bedankt.